Hey allemaal, welkom bij deze video. Ik zat echt al 100% in mijn comfort chill zone. Het is 9:15. En toen besefte ik moet nog een video maken. Oh, holy shit. Ik ben net in bad geweest. Mijn gezicht even een clean-up gegeven. Weer een puistenaanval van, ik denk, vermoeidheid en een beetje stress en mondmaskers. Maar goed. Laten we even deze twee kanjers negeren en dan valt het wel mee. Verder, het is vandaag 1 januari. Ik heb het een beetje lastig vandaag. Vanochtend ging het nog wel, maar in de loop van de middagavond kreeg ik het echt een beetje lastig of zo. Ik weet niet wat er precies is. Gewoon even een meegevoel of zo voor mij. Een beetje piekeren over dingen ook en zo. Ik weet niet. Waarschijnlijk zo'n typische eindejaars, nieuwjaars blues of zoiets. I don't know. Ik heb verder wel een oké dag gehad hoor. Trouwens, er is niets gebeurd of zo. De eerste visite is al geweest vandaag. Ik heb cadeautjes gegeven aan mijn tante. We hebben nog een ontbijtmand gehad die ik besteld had. We hebben nog de restjes van gisteren opgegeten. Dat is op zich allemaal wel oké. Maar misschien is het ook omdat ik weer de hele dag binnen zit, dat ik toch zoiets heb van, I want to break out. Weet je? Dus ja, ik weet niet. Komt wel goed allemaal. Ik heb nu gewoon zoiets van, ik wil rustig serie kijken. Daar was ik ook letterlijk net aan begonnen. Ik ging net Red Lights kijken. Aflevering 4 en 5 nog. En gewoon chill en straks mijn eten pakken voor morgen. En morgenochtend om 5 uur gaat de wekker weer. En mag ik lekker werken. En lekker drukke dag doen. Daar heb ik ook eigenlijk geen zin in. Ik denk dat dat ook een beetje is waar ik al mee bezig ben. Want ik weet dat het heel druk gaat worden. En maar het komt goed. Ja, korte update. Ik denk dat ik vandaag ook niet veel meer ga vertellen. Want ik heb ook niks meer te vertellen. Dit was de dag, einde. En ik voel me niet oké. Of ja, ik voel me niet oké. Ik voel me een beetje mee. Dus ik ben niet echt in de stemming om nog heel lange verhalen te vertellen. En leuk te doen. Want het gaat me echt niet af vandaag. Goed, in ieder geval. Thanks for watching. Trouwe kijkers. En ik zie jullie morgen. Hopelijk terug voor een nieuwe dag. Adios.